Goed, we gaan beginnen. Het is 16 oktober, 10 uur. Indiana, U16 tegen Leuven, U16. Dit is Iver. Wordt een leuke wedstrijd, hoop ik. Als je naar de stand kijkt, dan staan beide teams op de gedeelde vierde en vijfde plaats. Met ieder 10 punten. Het is een toffe match. Als je hier een punt kan halen of ideaal kan winnen, dan schuif je echt naar de bovenste rangen. Anderzijds, ja, verlies je punten, dan blijf je in de middenmoot, geen probleem. Dus een mooie club trouwens. Kijk maar eens hier, mooi meer bij. Ligt hier schitterend in de Pinte. En, ik denk dat we Lander er vandaag niet bij hebben. Nou, dat kan eens gebeuren. En we gaan het zien. Dus opening via Indiana. Meteen een corner. Zeg ik vroeg in de wedstrijd. Dat is erg jammer, zo snel een corner. Dat is meteen druk op onze verdediging. Ik was aan het babbelen, dus ik heb niet gezien wat er gebeurde, maar ik zie geen protest, dus het zal ongetwijfeld een kick of een overtreding zijn geweest. Ik heb het niet gezien. Ik ken de corner niet, we gaan eens kijken. Meteen een variant. Goed zo. Dus die wordt eruit verdedigd. Als gezegd, de teams die staan gelijk. Ik ken Indiana niet in de zin van recent zien spelen. Dus als ik de resultaten bekijk, ze hebben ook al tegen wat betere clubs punten gehaald. Dus ze zullen ongetwijfeld een sterk team zijn. Dat zie ik ook wel in de opening. En dat staat goed. Weer een veldverdeling. Goed, Leuven neemt over. En eens kijken of we de bal als eerste in de ploeg kunnen houden. Om iedereen op tempo te krijgen. Scoop. Kijk, dat is een goede aanname. Prima aangenomen. Dat is heel goed. Ik zag ze dat oefenen, Lens en Noah, in de opwarming. De scoop aannemen. En dat is belangrijk. Dus dat deed hij erg goed. Met Rijn. Oh. Ja, dat is een duwfout. Rijn is slim genoeg om die voet te komen. Die blijft ook heel rustig in zo'n situatie. Schitterend. Doet hij dat zo mooi. Ja, dat is een goede paas. Jammer. Oké, nou eens kijken of we de druk wat kunnen overnemen. En die op Indiana kunnen zetten. Heel hoog onze spits, prima. Hou ik van. Trekt altijd een man mee, kijk maar. Ik vind het goed dat de coach het weer die hoge bal. Kijk, hij valt erdoor. Heel goed, heel goed. Oeh, dat scheelde maar een haar. Heel goed. Elliot, goede aanval, jongen. Kijk eens hoe gevaarlijk zo'n aanval kan zijn. Ik vind dat prima. En weer druk van Leuven. Oh, heel goed de bal bijhouden. Ja, heel goed. Ja, goed. Ga door. Zet druk. Goed, over onze voorhoede. Ik vind prima. Ja, bal van Lens. Rijn. Kijk, het is Lens deze keer. Oké, Nicolas die opent. Ja. Ja, is goed, die bal. Goed. Goed zo, Elliot. Ja,
kruisen. Leuven bal, goed uitgespeeld weer. Komt Van Wassen over. Weer de hoge bal. Kijk eens. Is goed, die komt aan. Jammer. Zo Rijn, goed zo Dante. Oh jongens, dit is een mooi pot. Kijk die kant ook hoor. Weer een corner. Oei. We moeten eens bestuderen jongens, dat we die corners niet snel gaan weggeven. Die scheidsrechter geeft ze, ik weet niet of ze makkelijk geeft, dat heb ik niet gezegd. Maar het zijn er wel twee nu, naar, ik denk dat we vijf moeten spelen. Dat is erg veel. Allee, we gaan kijken. Weer één kasteel. Verkeerde stop. Ja, hij hangt. 1-0 voor Indiana. Stop was niet goed, dus het was een alternatief. Speler kreeg een kans om te slaan. Nou. Oké, moeten we snel overeenkomen dit. Dat moet opnieuw genomen worden. Indiana was nog niet. Kleine domper. Allee, kom op, daar moeten we overheen. Technisch foutje. Het is belangrijk dat we nou niet afgeven op dit moment. Dus dat we ze niet laten uitlopen naar 2-0. We moeten echt aansluiten nu. Oké, Leuven bal. Allee, hok je er eens uit jongens, want te druk op de aanval hebben. Goed zo, open maar, schuif maar door naar de zijkant. Daar ja. Oké, lijn in. Nee, die lijn was dicht. Die paas kon niet. Goed breed weg, prima. Doet hij goed hè Dante, kijk onder druk en hij... Doe maar nou, hij glijdt uit. Het veld is, Koen zei het van tevoren, het veld is erg nat. Ik weet niet, de spelers zullen... De interceptie van Dante. Die gaat zelf, ja daar komt Elliot aan. Nee, aanname lukt niet. Zo moeten we het wel doen jongens. En meer, hup, druk nu iets feller. Spelen ze goed uit. Ja, heel. Kijk. Prima. Gewoon rust zoeken. Kijk, en nu is het goed uit. Spelen ze prima. Voorbeeld. Ja, kijk, hier doet hij het weer. Nee, die komt niet aan. Ik denk dat Eduard daar meer de lijn op moet zoeken. Dat Dante wel een kans gaat. Oké. Lens, die legt hem achterom. Nicolas, en die zal doorschuiven op Rijn. Ja, we vlekken het spel nu. Dat is prima. Ja. Okay. In de bal komen.
En nu heb je ruimte. Zoek Elliot. Ja, die is goed in de stick. Daar zo. Ja. Binnenhokje. Elliot is de stick. Buiten omgezocht. Zet eens druk. Dat is prima, hè? Lost hij goed op, hè? Loop je niet zot. Was een voet. Ja, Elliot, je hebt gelijk. De scheidsrechter, denk ik. Of de scheidsrechter dacht dat de bal al uit was voor het voet. Ja, dan zitten we tussen Lens en nu heb je ruimte. Nee, Rijn is dat, sorry. Ja, zoekt Elliot. Die bent aan. Voetje. Dit is een man! Allee, nu mag je er ook komen. Nee, ik denk ook dat nu de beste optie was om zelf te gaan. Deze. Dat is erg druk. Er was 4 man op zoeken, denk ik. Zullen we het eens nakijken. Ja, die zit hier tussen. En nu, hup, tempo. Speel de bal maar in. Ja, goed. Nog een keer inspelen. Dat deed hij goed, Dante. Meteen de tempo zoeken. Helaas zat het speler tussen. Scheidsrechters voorlopig lijkt me heel veel. Misschien enkele reden voor iets verder. Goede wedstrijd, geen zware dingen hebben we ook gezien. Goed, we zijn nog maar aan het begin, dus we kunnen kijken. Ja, achterom. Ja, er wordt ingespeeld op Dante. Die kan nu Elliot bereiken, dat doet hij niet. Hij kiest de buitenkant. Ja. Dat is, ja, oh, die komt toch nog. Dat is een gelukje. Snowa. Kijk eens, hier achter standbeen. Boem. Jammer, Elliot. Goed gedaan. Allee, dames en heren, die van Noah is er een om de films terug te spoelen. Dat deed hij achter het standbeen. Doe het maar eens na thuis, niet in de keuken. En eerst stretchen, want... Ongelooflijk. Magic. Ja, gaat er over. Ja, en samen doen, daar ligt de oplossing. Ja, in de kaats. Ja, inderdaad, zie je, krijg je de bal. Goed zo, goed drukken. Nu doorzetten, jongens. Zet maar door. Kom. Zet eens door. Ja. Is even de camera richting kwijt. Okay. Counter. Het is niet waar, via een tip. Oh, jongens toch. 2-0. Dat is tegenvallend. Gelukkig hebben we tijd. Hockey kan snel gaan, maar we moeten nu echt omschakelen. Dus we moeten efficiënter gaan zijn in onze aanvallen. Veel secuurder omgaan met de paar kansen die we hebben, denk ik. Ik heb makkelijk praten, maar ik zal iets minder praten. En anders moeten de mensen het geluid maar uitzetten. Wat hier is, wat is voor lange bal? Lens, daar ja. Doe met dek!
Oh, technische foutbalans. Gelukkig, zie je, ze hebben die rugdekking goed verzorgd. We hebben de lijn, we hebben de zijkant niet bezet, jongens. We hebben de zijkant niet bezet. Elliot loopt aan de lijn. Ja, de zijkant is niet bezet. Kijk eens, kijk eens. Wat is aan de kant? Nu kan Lens inkomen, dat gaat hij ook doen. Ja, voor overtreding van Lens. Te harde ingreep, ja, ik ga wel moeten toegeven, dat is inderdaad een corner. De volgende die we tegen krijgen. Goed, ze hebben hun laatste corner gemaakt. Dat was een, eigenlijk gewoon een foute stop die wel goed voor de schutter uitviel. Die kon uithalen. Deze wordt eruit gelopen. Allee, goed, hup, koppen fris. Heel belangrijk dat Leuven nu een scherpte houdt en hoe zeg je dat, positief in de wedstrijd blijft staan. Echt willen winnen. Ik denk dat we dat willen nog een beetje missen, ook in de duels. We verliezen veel 1-op-1 duels, vind ik. Paré is heel vocaal nu, doet hij goed hoor, want hij wil natuurlijk voorkomen dat er gebabbeld gaat worden. Nee, deze lijn weer de zijkant niet bezet. Ja. Ja, nu neemt u hem wel goed aan. Oh, ho, ho, scheidsrechter. Ja, dat is een optreden. Ik denk dat ze daar mis zat. Goed, Elliot herstelt zich goed, doet hij prima. Hij staat hard te werken, Elliot. Ja, die is goed, die. Kijk, zo, dat is een goede aanname. En iets eerder spelen. Ik denk dat hij nu moet spelen. Ja. Als je hem iets eerder speelt, heb je die interceptie niet. Net een meter eerder. Overtreding van de lijn is dit. Nee, die paas is niet goed. Die moeten goed, hè, die paases. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is, maar ik had tijd om uit te halen. En die kan fantastisch nauwkeurig pasen. Misschien deze mislukte. Okay. We hebben iets hoger druk nu. Ja, wel. Ja, nu zit Dante ertussen. Hup. Kijk Elliot. Nee. Ja, hij valt. Heel goed. Oh, dat deed hij heel knap. Oh, de knap doelpunt.
Oh, het knap doelpunt. Dus hij lift hem met een tikje over de keeper heen. Stuiterende bal. Doe het maar na. Niet in de keuken. Wederom. Maar niet makkelijk. Het is 2-1. Ja, het is heel goed, jongens. Nu de aansluiting. Hopelijk gaan de neuzen een klein beetje scherper en roder worden. En we hebben er 11 nodig die allemaal naar dezelfde kant wijzen. Dit moet gaan helpen, jongens. Dit moet gaan helpen. Dat is Edouard. Ja, die moeten we hebben. Die moeten we hebben. Wil die over onze stick? Goed, ik ga het zeggen, klinkt hard. Maar ik vind Indiana technisch helemaal niet sterk. Als team en qua velbezetting vind ik ze erg sterk. En nu, hij is weer geen zijkant bezet. We hebben geen zijkant bezet. Nu. Zie je, dan kan hij die paas niet geven. Ik denk dat die looplijn niet goed was. Die moet veel meer naar buiten. Allee, nu komt hij. Nee, technische fout. Dat is Rijn en die gaat. Ja, is goed. Kan. Achterom, achterom. Ja, Lens daar. Ja. En verleg maar. Nee, doet hij niet. Nu heeft hij wel bezet. Dus hij zoekt Elliot. Met ertussen ik. Goed. Iets te harde ingreep van Dante. Bal. Gaat die Elliot zoeken? Doe maar. Zoek maar Elliot. Ja, daar komt hij. Kom Elliot. Goed, corner. Oh, net niet. Jammer. Goed druk nu. Ik zei het u, die techniek. In de verdediging vind ik niet indrukwekkend. Dus die laat die schijnpassing en de scoops maar komen. Hè. Dat valt er af en toe één doorheen. Ja, zit er weer tussen. En nu zet maar aan, Dante. Zet maar aan. Dat is corner scheids. Dat is hij buiten 23. Hij zal er buiten geweest zijn, dus ze kan ze geen corner geven. Oké, we gaan het lens doen. Boom! Oeh! Is niet goed van de voorhoede. Weten dat die paas komt. Tip moet echt komen, jongens. Is meer vertrouwen bij Leuven nu, dat vind ik wel goed. Ik heb geen hartslagmeter, maar ik weet dat hij op 179 staat nu. Tof, toffe wedstrijd. Ik ga het zeggen, we kunnen hier makkelijke punten halen. Dat kan. Dat kunnen ze van leven. Zijkant. De waarde moet je korter op, jongen. Dante, pak. Goed zo, jongen. Goed zo. Kom naar de bal te komen. Oh, laat je eens niet ervan afzetten. Kom maar. En wie, man? Mathieu Rijks!
ook een schijnflats, dus je ziet niet waar die, waar die gaat pasen. Heel veel plezier verdedigen om dat uit te zoeken. En het was net iets te wijd. Het hoek was goed. Was precies, ik denk dat de plek was waar we het konden winnen. Het is beter verdedigd, dit iets resoluter. Achterom, pak zijkant. Kijk, dit vind ik een goed element van het spel van Indiana. Dat doet ze goed. Zo'n blok spelen ze heel goed uit, vind ik. Goed, Leuven neemt over. 20 minuten gespeeld. Een kwartier te gaan in de eerste helft. Ja, alleen Noah Douma. Het is inderdaad een lange corner, dat is geen PC. Dan moet hij echt bewust op de achtergrond. En nu kan Lenz inspelen of hij gaat hem buitenom leggen. Ja, buitenom. Kom nu. Goed, 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 goed. Ja. Ja, goed. Ja, weer een interceptie. Allee, probeer die druk eens aan te geven. Ja, dan te vroeg voor een PC. Die bal moet je niet zelf nemen. Je kunt niet elke keer zelf proberen voor vijf man. Ik denk dat we die samen moeten spelen. Interceptie, instappen nu. Ja. Mooie actie dan. Wat is dat? Leg maar terug. Ik zal hem terug. Zo kan het ook. Ja, dat is prima. Ja, zo speelt het kapot. Heel goed opgesteld Rijn. Heel goed opgesteld Rijn. Die kijkt goed op. Leuke bal. Goed, spannend. Maar terug. Ja, leg zo op links. Kom op!
niet zo druk. De scheidsrechter is kritisch op het punt waar de bal genomen wordt. Hij probeert gebruik te maken van de chaos. En ze fluiten vaak weg, dan hadden we net ook al. Oh, die is hoog. Technische fout. Nu zit het mee. Zet ze eens druk dan. Goed, nu is goed. Goed, Luca. Prima, Luca die werkt als een paard. Prima van. Oh, jammer dat we die bal niet stoppen. Gebeurt niet vaak, zo'n bal die helemaal dwars door alles gaat. Komt hij goed weg, die jongen, heeft hij leuk. Ja, is goed. Ja, goed op lijn. Ja, nu wordt het wel opgetrokken. Goed, leuke bal. Even iets mindere fase in de wedstrijd. Beide teams maken problemen met de opbouw. Allee, laten we kijken of het nu wel in de stick speelt. Hij loopt eruit. Volgens mij is de pas goed. Ja, ook Indiana maakt nu toch wel regelmatig fouten, hoor. Het is nog 2 minuten. Komt de hoge bal eraan. Ja. Kijk, die valt er gewoon door. Zie je, ik zei het. Technisch niet. Goed zo, goed zo. Jammer weten, hè. Zo aanzetten Leuven, want het is nog 1 of 2 minuten, wie weet kun je nog. Ja, stap erin, Rijn. Midden! Druk! Westkant! Andersom, scheids. Pas op. Leno, erg sterk, kipt. Oké, pauze. Het is rust. Ik ga de video stoppen, we zien je dadelijk terug. Goed, we gaan beginnen aan de tweede helft. Dadelijk, scheidsrechter komt op. We staan 2-1 achter.
denk dat iedereen die meekijkt wel eens zal zijn dat we absoluut een punt kunnen halen met wat we tot op heden gezien hebben. Ik denk als er die ene stap erbij kan, die tand erbij, iets scherper in de aanval, maar ook in de opbouw, ja, niet alleen de aanval, ook de opbouw, dan iets meer druk kunnen zetten op Indiana moet het lukken. Om dat te doen, dan moet je echt in je taak spelen. Dus in je taak hok je die eerste en je duels winnen. Ik denk dat laatste, hebben we toch een paar keer gefaald in de eerste helft. Laten we kijken of het nu beter lukt. Knap verdedigd. Oeh, knap verdedigd. Die interceptie van Dante, goed zo samengespeeld. En zoekt de zijlijn. Eduard loopt naar het midden. Ik denk dat hij daar de zijlijn, dat is goed opgelost. Ja, doe maar. Stap maar in, Noah. Ga maar iets halen, Noah. Ga maar iets halen. Goede penetratie van Noah, deed hij goed. Het is een vrije bal voor Leuven. Dante, Blens, en dan komt die paas aan. Boom, jammer, geen tip. Die steekpases worden vaak gegeven door Dante, Rijn, Lens doet dat. En ik mogen alles zeggen vandaag. Ik denk dat we de aanval iets scherper moeten zijn, weten dat die komt. Dat zijn hele moeilijke doelpunten, dat zijn tips. Ja, dus je moet net, dat is technisch niet makkelijk. Soms heb ik het idee dat we ze helemaal niet verwachten, terwijl ze absoluut komen. Ging die nou via de cornervlag? Ja. De kaart is helemaal niet nodig, dat was een ongeluk, dat deed die jongen niet expres. Die is goed, de bal. Goed hard gegeven op tempo. Die is goed, die bal. Prima, Elliot. Goede aanname, dat doet hij weer knap. Dat mislukt helaas. En daarbij nu. Laat hem niet gaan. Hè. Erg snel hoor, die uitbraak. Schitterend keepertje. Oeh, Leno, knap jong. Nou, heeft hij gelijk, hè. Leno is boos op zijn verdediging. Ja, hij wil dat zijn verdediging strak uit de man houdt. Het was Leno die ons redde hier. Toen werden losgespeeld. Hele snelle break. En dat kunnen wij ook, kijk maar uitgevoerd. Ik snap niet wat daar de bedoeling van is. Allee, goed, opnieuw.
Goed voor Noah. Zeg maar, de buitenlens is vrij. Goed, nu zo druk. Aanvallende fout. Schitterend, schitterende beweging. Iets halen. Hand bij, hand bij. Klaar, we stappen. Ja, is goed in zijn stick gespeeld en... Ik kan ook iets handig, hè. Oh, jammer. Dat zijn wel de aanvallen. Heel goed gehockeyd. Scheids. Kijk, scheids, overtreding. Hop. Ja, nee, laat de bal niet liggen. Nu moet je wel een kaart trekken. Nu moet je een kaart trekken. Het is agressiever van Leuven, dat is beter. De jongens zijn natuurlijk ook moe, ook de tegenstander. Dus je ziet wel meer kleine foutjes. Vaak maakt de wedstrijd aantrekkelijker. Achterom gelegd. Mensen gaan het verleggen. Ja, heel goed. Oeh, goede paas op de backhand. Ja, die hou ik. Oh, ja. Ook. Ja, weer een corner. Variant die gespeeld werd. Die heeft helemaal goed wat uitgespeeld. Boom! Het is nu meer druk van Leuven. Dus vasthouden. Get him!
tennisbal nemen, dan te hoger, hoger, hoger. Ja, goed, Elliot. Helemaal prima. Daar zijn ze. En nu, leg maar door. Ja, daar is te vinden. Over de zijlijn. Rust. Aanname van Noah was niet goed, maar op deze manier is het ook opgelost. Dus het is ook een erg harde paas. Maar... ja, zie, nou doe het. Jammer. Allee, speel je onder de druk uit? Kom op. Spannend hoor, allez, speel je. Hup. Goed gekiept. Schitterend gekiept. Laag houden de bal. De enige ruimte die hij had, die gebruikt hij. Heel goed. Die keuze maakt. Heel goed verdedigd, Simon. Sterke periode van Indiana. Doen ze dit. Die druk die doen ze heel goed. Spelen goed rond. Kijk maar eens goed. De ballen goed hard in de stick. Spelen ze aan elkaar toe. Mensen gaan er overheen leggen. Ja, nu niet meer. Ja, zo kan het ook. Mag niet op de backhand. Althans. Mag niet op de backhand. Moet op de voorhand. Dan. Het stick plat ligt, gaat de bal vaak omhoog. Dat is heel moeilijk voor de persoon om aan te nemen. Ja, hij zit er tussen en zet aan, zet aan, zet aan. Allee, ga wat aan. Het is de tweede keer dat hij uitglijdt. Ja, dan zit er tussen. Ja, goed omgelegd. Vol risico. Vol risico, maar oké, dan moet er maar een keer. Het gaat goed. Ja,
die zijn ruimte voor Elliot. Bal is weg. Dat zijn wel de ballen die we moeten geven, jongens. Hard inspelen. Hebben Nick. Speel. Ja, is goed verdedigd van Indiana, dus Elliot wordt naar buiten gedrukt en heeft hij heeft de aanvaller geen kans. De bal moet dan afgegeven worden, die moet over andere schijven. Dat gaat zelf niet, denk ik. Ja, links. En dan iemand de zijkant opzoeken, dat hebben we niet. We hebben de zijlijn niet bezet weer. Zoek iemand op. Ja. Achterlijn. Weer tegen. Oeh, jongens toch. Leuvenbal, rustig jongens. Leg hem er maar eens over. Dat kan ook. Ja, nu is het wel samen opgezocht. Ja, overtredingsscheids. Laat de ballers liggen. Boom, ja, maak hem eens. Moest de corner. Allee, schiet de corner gewoon eens recht door. Rechts onderin, daar moet hij. Daar zit de ruimte bij de keeper. Dus van ons gezien rechts. Weer zo'n dreun, joh. Lens toch. Oei, 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 dat kan wel maar. Hé, Lens! Allee, jongens, druk eens door. Goed, Lens! Oh,
Dus weer al doorgaan, scheids, trekken ze een kaart. Trekken ze een kaart, scheids. Moet de mevrouw een beetje een duwtje geven. Wat Indiana doet elke keer, en natuurlijk prima. Elke overtraining wordt de bal weggetikt, ze doen er nog een actie naast of ze de fluit niet hebben gehoord. Heel goed, ik denk dat je dat tenminste altijd moet proberen. Als het lukt, lukt het, hè? Heb je daar voordeel mee. Ik vind het ook een taak van de scheidsrechter om daarop in te spelen. En als het één of twee keer gebeurt, dat kan. Maar dit is, ik denk dat ik bij 7 ben op dit moment. Zullen we eens terugkijken straks. Dat is goed. Speler krijgt op zijn donder dat hij zelf schoot. Mij leek de goede optie. Dik erop, Allee Leuven, sta je goed op. Nu scherp, 2-2 staat het. Hockey onder de druk uit, kom op. Goed zo, Elliot. Prima, jongen. Ja, zoekt hij goed die ruimte. Is er een te veel? Ja, dat kan ook. Ja, Dante gezocht. Geef de pas, Dante. Nee, een stiks lopen. Hebben lens. Oh! Dat is voor de aandachtige toeschouwers, let dus op nummer 12, de heer Lens van de Zand. Dat was een zware overtreding, denk ik, die hij maakte, maar de bal was niet bij hem. Die outbreaks van Indiana, eerlijk is eerlijk, die zijn erg goed. Die doen ze zeer snel en simpel. Zo'n bal moeten we aannemen, vrienden. Echt, ik blijf het zeggen, week na week. Scoop moet je leren aannemen. Er zijn 23 minuten, dus er zijn er nog 12 te spelen. Ga maar op zoek, hè, naar de 2-3, lijkt mij. Er komt er weer zo in aan. Kijk, die vent. Ja, waar is hier de rugdekking, vrienden? Hey. Dat vind ik prima gespeeld. Lekker hard inspelen. Ofwel komt hij aan, ofwel tegenstander kan hem bijna nooit blokken. Gaat hij over de zijkant. Wint 10 meter en je houdt balbezit. Heel goed. Rijn doet daar, die is daar super slim in. Dat weet hij en dan speelt hij op en doet hij knap. Kijk maar, nu stapt hij weer in. Kijk maar. Zie, hij wacht op die overtraining. Goed hoor. Heel volwassen rol. De lens zit erachter. Ik kan achterom of ik kan op Dante. Goed, de bal terug. Goed, kijk hier. Zo, dat is mooi hockey, jongens. Nee, zoekt die corner op. Dat is mooi, Dante. Dat is een techniek die hij doet. Heet chop. Wederom, tracht het in de keuken, niet doen, met de glazen gaat stuk, dan kan het. Heel moeilijk. En doet hij namelijk in de loop. En eigenlijk tikt hij op de bal en daardoor gaat de bal omhoog en krijgt hij hem over de stick van tegenstander. Helemaal vrij. Ja, goed gefloten, prima gefloten. Leno standbeeld. Standbeeld voor Leno. Allee, we gaan een fundraiser. Heel goed in de diepte, daar valt hij goed. Goed gekeken.
Wat een keeper, zeg hé. Het is op en af. Ja, ik vind daar de tegenstander een beetje overdreven reageert. Dante maakt gewoon keurig een tackleback op de bal. Ja, en die wilskracht zien van hem. Hij wil hem niet loslaten, de bal. Ja, hij maakt tackleback op de bal, leek mij. We zullen het horen van de deskundige. Weliswaar een overtreding, maar geen zware overtreding. Ja, nu heeft de scheidsrechter er genoeg van. Ze haalt, spreekt iemand van Indiana aan. Ze fluiten verder goed, hè? Dus. Ja. De bal kwam net van de grond, de paas van Lens. En daardoor is het voor Elliot gewoon heel moeilijk om die te controleren. Dat is ook niet helemaal iets achter hem, denk ik. Dan haalt hij dan toch nog iets uit, dat goed. Amai, nu gaat het wel echt op en af. Ik weet niet wie deze wedstrijd gaat winnen, ik kan het niet zeggen. Dan gaat hij een kaart, kaart trekken. Dante krijgt groen. Hij is heel verontwaardigd, maar het was wel groen. Goed zo. Geen. Nu super scherp zijn, Leuven. Indiana heeft nu even de spirit. Wat een takken schot. Nou, dat was oma die schot. Coach ook naar die bal. Doet hij goed, hè? Snappen we dat allemaal? Dus Dante, hij is Dante kwijt. Ja, dus een belangrijke pijler in het midden. En nu wil je onder de druk uit hokje en een hoge bal is daar een optie voor. Dus dan, daar vraagt hij om. Kijk, dan dit willen we niet. Goed verdedigd. Goed verdedigd. Kom aan, Eduard. Goed zo, jongen. Mooi rustig gebleven. Ja, goed gefloten. Ja, heel goed gefloten. Haal je daar, Lens? Ja, prima. Dante is weer terug. Zie je hoe snel hij gaat? Zullen we op slow-mo zetten, dat kan het zien. Ja, dat doet hij goed, Dante. Prima. Zoek maar op, jongen. Schiet maar. Boom. Oh, mannen toch! Allee. De overwinning moet stelen, jongens. Hup, gewoon doordrukken nu. Gaan we halen. 3 punten. Moneyball, jongens. Moneyball. Inspelen. Nee, ook niet. Buitenom leggen dan. Spelen.
Neem aan, goed. Kom. Nee, in de stik, jongens. Goed, Lens. Mooi, Lens. Ah, oh, jammer. Hand vast. Voetje. In de buitenkant. Goed gekiept, Leno. Close, jongens. Heel close. 3 minuten. 4 minuten. Probeer maar een corner te halen. Want... Oh, nee toch. Dat lukt niet. Oh jongens, ze zijn hier aan het babbelen, zeg. Dat vind ik er wel een beetje over. Wat een hark is die gast, zeg. Mijn leuter. Zo indrukwekkend is het niet. Hou vol, jongens, kom op, hou vol! 2 minuten, pak je man, let op je voeten! Hoge bal. Twee minuten, jongens! Zet erbij, zet er ze aan. Zijkant Eduard, daar. Ja. Mooi jongen aannemen, Eduard. Jammer. Staan. Goed zo verdedigd. Nee, scheids! Nee! Het is andersom. Hou door, niet te klein vol! Mijn boys, hem dan! What the fuck? Hey, in dat kom. Kom, gaat niet. Allee, haal hem eruit, jongens. Hey, 2 minuten, kom aan, jongens! Ik ben het niet eens. Ik vind het mevrouw prima fluit, echt waar. En dit zie ik anders, maar oké. Okay. Komt hij aan? Oké! Nee, schop is niet goed. Loopt eruit. Loopt eruit nu. Staan, Dante. Heel spannend nu. Tijd is voorbij. Hoge bal. Ja!
Zo hoog, scheids. Nee, hij gaat... Oh, 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 oh. Halve meter hoog. Nee, 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 dat is geen doelpunt. Kan geen doelpunt zijn. Ja. Ze geeft hem. Nee, ik ga mijn mond houden. Ja, keeper gaat eraf. Ja, hoge bal. De stolen overwinning. Was geen PC, was helemaal geen doelpunt. Twee grove fouten wat mij betreft. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ga ook terugkijken op de video. Als ik het mis heb, dan ga ik het ook zeggen. Wat ik zo zie, is dit pech. Nou ja, goed. Anderzijds, het was weer een leuke middag. Dus bedankt en we zien elkaar de volgende keer.